Er is een ongeluk gebeurd met een shovel op het bootterrein. Er ligt iemand onder de shovel. Dus ik heb een brandweer en een ambulance nodig. Direct. Afgelopen keer zagen we een calamiteitenoefening. Of dat goed is gegaan, kun je achteraf pas beoordelen. Wat denkt Ton Vrijdag, algemeen directeur en leider van het crisisteam hierover? Ik vond het niet zo slecht gaan. Ja, wat moeilijk is natuurlijk toch even goed informatie krijgen. Dat is natuurlijk wel iets waar je toch al merkt dat kost even wat moeite. Dan moet je doorvragen. Je moet blijven vragen om, zijn twee personen gewond of één persoon gewond? Of één gewond en eentje is onwel geworden. Dat is dan wel eventjes goed om dat helder te krijgen. Dit was in feite de eerste oefening. En een oefening is waarvoor die dient, een oefening om te kijken hoe de dingen gaan. In zijn algemeenheid ging het helemaal niet slecht. Het ging eigenlijk een beetje zoals we verwacht hadden dat die zou gaan lopen. Nou, ik vond de oefening goed gaan. Er zitten altijd leermomenten in een oefening. En op zich ging die zoals we gedacht hadden, op een paar kleine punten na. We wisten dat het BHV'ers ter plaatse brengen een groter probleem zou zijn als de ziekenauto op het terrein krijgen. We hebben nu de situatie dat onze kazerne in feite op anderhalve minuut rijafstand zit. En dat we dus eigenlijk in 4 minuten na alarmering op het terrein staan. En dat is zeer kort. En dat is een leerpunt dat daar ook op geanticipeerd wordt. Om er iets van te leren is uiteraard het doel van een oefening. Wat is het belangrijkste leerpunt? Wat mij opviel, deze portofoon, want in eerste instantie heeft contact met telefoon. Maar dat is de kwaliteit toch aanzienlijk minder dan van zo'n portofoon. Dit is veel helderder, het is veel scherper. Die berichtgeving over zo'n portofoon gaat veel beter dan over een telefoon, vind ik. Ja, het is gegarandeerd ondersteund. En met deze wijsheid achteraf zien we elkaar weer de volgende keer.